De Week van de Eenzaamheid die komt eraan. En de afgelopen jaren was dat nog best wel een soort van uh, campagne. Ja. Maar dat gaat dit jaar anders. Ja, dit jaar gaat er echt wat veranderen. Want een aantal jaren hebben we de Week van de Aandacht hier in uh, de gemeente Nijkerk gehad. Want landelijk dus de Week tegen Eenzaamheid is. En uh, dit jaar doen we dat niet meer. En dat is eigenlijk omdat we zeggen we vinden het zo'n belangrijk thema dat het het hele jaar aandacht moet krijgen. Dus vanaf 2020 gaan we een, een grootse campagne starten binnen de gemeente Nijkerk. Maar is het dan zo dat die aandacht voor eenzaamheid ook echt nodig is? Ja, dat is het wel. Je ziet wel door de jaren heen dat uh, het landelijk steeds uh, meer onder de aandacht komt. En dat mensen ook echt wel er meer van weten. Maar er is nog gewoon heel veel te behalen. Het is ook best wel een moeilijk onderwerp. En best wel uh, lastig, omdat er veel verschillende soorten eenzaamheid zijn onder verschillende doelgroepen. Maar daarom is het juist belangrijk dat we ons met elkaar daarvoor in blijven zetten. En hoe ga je dat dan dit jaar doen? Dit jaar maken we een aantal filmpjes samen met jou om uh, mensen in beeld te brengen die zich alleen hebben gevoeld of nog steeds voelen of mensen die daar wat uh, in hun werk voor doen. En we hebben een mooi uh, filmpje op straat gemaakt en met mensen in gesprek gegaan over het thema. Dus dat is wat we nu gaan doen. Uh, mensen kunnen sowieso altijd bij ons terecht als ze meer willen weten over eenzaamheid of zichzelf alleen voelen. En um, nou, dat is een mooie aftrap om in 2020 te gaan starten met de campagne.